Zoals we vorige week of twee weken geleden hebben aangegeven, samen we dit jaar in voor de 6 operationele ziekenhuizen in Suriname. Het gaat om het Landshospitaal, het Moongra Medisch Centrum, Diakonessenhuis, het Academisch Ziekenhuis, Sint Vincentius Ziekenhuis en het Marwina Ziekenhuis. We zijn op 18 november zijn we begonnen met de actie, eigenlijk in alle stilte, met de sms-actie waarbij Surinamers overal in het land met het sturen van het woordje Anuna 1919-52 kunnen doneren. We hebben deze persconferentie belegd om ook de ziekenhuizen aan het woord te laten wat ze precies nodig hebben en waarom ze dat nodig hebben. We hebben gezegd we gaan inzamelen voor ziekenhuizen, maar primair voor de kinderafdelingen, omdat de jeugd is de toekomst. De kinderen van vandaag zijn het volk van morgen. Dus als je een keuze moet maken als u eet, dan zeggen wij we gaan investeren in de kindergeneeskunde, om het even in mijn eigen woorden te zeggen. We hebben ook dit jaar weer een song uitgebracht, Jiwana. We hebben een aantal activiteiten zoals u gewend bent van SUE. We zijn dus begonnen met de sms-actie. Elke dag kunnen mensen sms'en en we hebben elke dag ook een trekking waarbij personen die hebben ge-sms'd kans maken op een pakket, een levensmiddelenpakket dat ze direct kunnen gebruiken. We hebben vorig jaar geïntroduceerd de lege check-actie waarbij het bedrijfsleven in Suriname een lege cheque van ons aangeboden krijgt en dat bij de sluiting kan indienen, hopelijk natuurlijk ingevuld met een mooi bedrag. Vorig jaar hebben we voor het eerst de scholen betrokken in Suriname. Het is buiten verwachting goed gegaan. We geven aan verschillende scholen in Suriname zo'n box en die halen we op een gegeven moment weer op. Maar ook mensen die ergens werkzaam zijn en zeggen van hey, wij willen onder het personeel inzamelen, die kunnen bij SUEET zo'n box aanvragen. Verder hebben we SUEET on the road. We gaan langs op verschillende locaties in Paramaribo. Omdat we hebben gemerkt dat je naar de mensen toe moet gaan om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor SUEET en het doel waarvoor we inzamelen. We hebben ook een aantal grote activiteiten. Te beginnen op 8 december met de burger- en cocktail-babbelin-middagavond. Op 15 december is er een bike tour. Vorig jaar hebben we ook een fietstocht gehouden. Die komt dit jaar terug. En op 20 december is de afsluiting in Dream Café. En dan zal er ook een voorlopige eindstand bekend worden gemaakt. Ons motto is ook dit jaar weer Mikwi Ala Jiwandala. En als we even uitgaan van 600.000 Surinamers en iedereen zou een sms sturen, gemiddeld genomen, dan zit je ruim boven het miljoen. Dat is ook ons streefbedrag en dat is ook zo het bedrag wat wij hebben ingecalculeerd om uit te geven aan apparatuur of andere benodigdheden voor de ziekenhuizen. Wat het Landshospitaal betreft kan ik heel snel zeggen dus dat wij op dit moment boven de 3000 bevallingen zitten. We zijn nu eind november. Onze target was 3000, we zijn al erboven. Maar wat ons eigenlijk nekt in die zorg, is dat wij vooral bij kindergeneeskunde aankijken tegen topzorg die alleen vanuit het Academisch Ziekenhuis Paramaribo wordt geboden. En dan zijn er soms geen plekken wanneer je moet doorverwijzen. Dat speelt ook en wij hebben dus voorop in het beleid gesteld dat met het vertrek van die Filipijnse verpleegkundigen we eigenlijk een stukje zorg die we al hadden ontwikkeld rond CPAP hebben weggegeven. Die acute 48-uurse opvang voor neonatalen die hebben we dus kwijtgeraakt en dan zijn we helaas aangewezen op de verrichtingen van het Academisch Ziekenhuis. We moeten de kinderen dan snel stabiliseren met of zonder behandelbeleid doorverwijzen. Dus wij in de periferie met de ziekenhuis in overleg tredend hebben gezegd, maar het zou goed zijn als we toch die acute zorg rond die neonatalen en kindergeneeskunde kunnen versterken binnen onze
eigen hospitaalfunctie. Waarbij wij toch het academisch kneus met een NUKIPUKI-afdeling als referentiekliniek aanhouden. Vandaag zit ik hier omdat wij een project hebben ingediend. Het gaat namelijk om een aanmeersteiger voor de veredelde poli in het Wayambo-gebied. Dit verzorgingsgebied valt nu onder het Mongra Medische Centrum. En als de patiënten vanuit die gebieden te water aankomen, is er momenteel geen goede aanmeerplek. Dus vandaar dat dit initiatief genomen is om voor de bouw van een aanmeersteiger. Met de bouw van deze steiger zal de patiënt eigenlijk een zorgvrager sneller opgevangen worden. Want het komt dicht bij het Petronella ziekenhuis in Wageningen. Waarbij deze patiënten als eerst opgevangen worden. Om van daaruit, als het nodig is, naar het Mongra Medisch Centrum te gaan. Het Diakonesse Ziekenhuis heeft een aantal projecten die we heel graag willen realiseren. Een van onze grootste en ik denk op dit moment belangrijkste project is het verbouwen en het verder upgraden van onze neonatale intensive care unit. En dat gaat natuurlijk gepaard met een aantal aspecten. Dat we dus ons bestaande apparatuur dat we hebben, reeds hebben willen uitbreiden. Maar ook apparatuur dat dus eigenlijk vervangen moet worden, dat we die dus nu op dit moment echt willen gaan vervangen. De apparaten die wij dus eigenlijk nu echt dringend moeten gaan uitbreiden, is onze aantal CPAP-apparaten. Want de vraag blijft steeds groter. Er worden steeds meer prematuren geboren, maar ook andere voldragen zieke kindjes. Dus we willen meer CPAP-apparaten. Onze monitoren willen we gaan vervangen en ook nog meer hebben. Onze infuuspompen en nog een beademingsapparaat. De naam van ons project is Second Chances. En vanwaar die naam Second Chances? In het AZP zien we nogal veel gevallen van kindermishandeling. En ik denk dat het komt omdat wij een van de weinigen zijn met een spoedeisende hulp. En de gevallen die soms in de media langskomen, dat zijn echt gruwelverhalen. En ook voor ons als kinderartsen blijf je er soms wel wakker van. Omdat het echt heel dicht bij huis komt. Dus wat is ons plan met de Second Chances? We willen vanaf januari 2020 tot 31 december 2020 willen we alle gevallen van kindermishandeling. En we zien het per jaar ongeveer 500 die presenteren zich. Maar we willen bij de gevallen waarbij er dus sprake is van kindermishandeling en na het justitieel en het medisch onderzoek het kind naar huis mag, willen we bij die gezinnen, en dat noemen we dan de zwakkere gezinnen, willen we wat extra hulp inzetten. We willen ze een tweede kans geven. In het Sint-Vincentius ziekenhuis hebben we behoefte aan heel veel. Maar op dit moment is echt het belangrijkste wat de kinderafdeling betreft couveuses. Ik denk dat iedereen wel ongeveer weet wat een couveuse is. Een te vroeg geboren kind of een te klein geboren kind. Die heeft heel weinig onderhuidsvet en kan zichzelf dus moeilijk op temperatuur houden. En daarvoor is nou net zo'n couveuse geschikt. In het Sint-Vincentius ziekenhuis, zoals dokter Muring het al zei, Diak heeft ook een hoop spullen nodig, ook wij. De couveuses die er zijn, neem me niet kwalijk, die zijn waarschijnlijk 20 tot 30 jaar oud. Ook bij ons neemt het aantal bevallingen elk jaar toe en is daardoor ook het aantal te vroeg geboren baby's. En die moet je dan kunnen opvangen. De situatie waar we nu voor staan is dat we soms echt kinderen gewoon te vroeg uit een couveuse moeten halen omdat we gewoon geen plek hebben.